Ja, ik zit na te denken. Het is smerig als iemand kotst, maar als het ook nog een probleem kan veroorzaken dat de hele fabriek ontploft, dan zit je in het goede spel, namelijk Postal 2. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik weet niet zo goed waar we naartoe moeten gaan, maar alles blijkt dus te ontploffen en... Dat was geen goede kant. Ik sta in de fik. Ik moet over mezelf heen pissen. Kijk zo. Kijk. Ik moet mezelf uitblussen. Dat heb ik een keer in de comments gelezen. Dat moet je doen. Je moet in de comments. Je moet gewoon over jezelf heen pissen. Ik hoop dat ik het daar naartoe red. Juist. We kunnen hier niet eens heen. Ik denk dat we verkeerde kansen opgegaan. Nou. Even kijken. Waar kunnen we heen? We kunnen daar niet heen. We moeten over deze tubes heen lopen. Oh, dit is gaaf. Dat ze toch een hele andere wending geven aan de game. Dat vind ik fantastisch. We kunnen daar naartoe en we kunnen daar naartoe. Het ziet eruit dat dit een kamer is. Misschien vinden we wel wat extra spullen hier. Even kijken. Oh, shit. Gaan we heel ver naar onder. Ik ga even terugkijken wat we in die andere kamer hebben. Want misschien hebben wij wel iets nodig wat we eventueel kunnen gebruiken. Ik zie hier namelijk heel veel health packs liggen. En health packs kunnen we altijd gebruiken. En dat komt goed van pas. Ja, kijk eens. Yeah. Wat hebben we allemaal? Wapens, shotgun. Granaat, 7 granaats. 7 granaats. En 136 kogels. We gaan hier beneden. En ik loop hier over de pijpenrelingen. In de hoop dat er niks ontploft. Dit is gewoon een compleet puzzel. Puzzeltje dit. Want hoe komen we hier dan in vredesnaam weer? Moeten we daar naartoe? Ja. Jeetje, dit is echt een zoektocht, zeg maar. Ik ga hem even opslaan. Voordat het geval dat we naar beneden stort. Ik weet niet hoe diep dit is, maar... Oh, dit is heel diep. Oké, ik zeg niks. We gaan over de pijpleidingen. We leven nog? Ja, we leven nog. Hier. Hebben we het gered? Ja. Oké. Okay. Oh. Shit, 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 shit. Hoe komen we hogerop? Ik denk springen. Gaat zeker weten goed nu, hoop ik. Hopelijk houden de pijpleidingen het. Hou het. Yes. Oh crap, ik hoor echt dingen vallen, joh. Oh. Holy crap. Dat is één grote bol. Dat ding houdt het niet lang. Hij valt ook voor mij. Hij valt achter me aan. Hij rolt achter me aan. Over mij. Pissen. Ja, goed zo. Holy crap. Oké, dat ging net goed. Dat deed me een beetje denken aan Crash Bandicoot. Weet je wel, als die Boulder Dash dat level was. Die balte en achter je aan kon gerold. Dat vind ik gaaf. Dat vind ik gaaf, hé. Eindelijk niet tegen mannetjes vechten. Moet gewoon ontsnappen uit deze fabriek. Wil je dan vinden? Nee. Leuk. Oké, dit wordt heel creepy. Oké, dat ging net goed, denk ik. Water, dat heb ik liever nodig dan vuur. Een beetje te laat dat ik nu pas word geblust. Oké, ik kom mee. Ja, kom. Ik volg je. Oh! No dumping. Yeah. Ik ga hem hier opslaan, want ik weet niet zo goed wat we hier moeten gaan doen. Wat? Ik sla hem nog een keer op achter een andere, de C-vel 3. Wat gaan we hier doen? No dumping. Drains to river. Op zich moeten we wel naar de rivier toe. Zullen we erin springen?
Het moet. Oké, het moet. Oh, shit. We zijn in één keer buiten. Dat is alleen maar goed. Geen politie achter ons aan. Dat is alleen maar goed. En we hebben onze... Nou, we hoeven alleen onze ticket te betalen. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik ga nou eigenlijk met trots en passie naar het politiestation. Oh, dat was even een avontuur. Was heel gaaf gedaan trouwens. Ik vond het eigenlijk tot nu toe het leukste wat er is geweest eigenlijk in de game. Deze fabriek. Ik vond het een heel klein level. Maar het was toch wel een heel krachtig level. In mijn ogen dan, hè. Loading. We krijgen een loading scene. Oh, dat betekent dat wij... Kon je mensen schieten op de achtergrond, maar ik ben heel braaf. Ik wil niet iemand schieten, want ik wil gewoon helemaal vers naar die politie gaan. We moeten onze ticket afbetalen. Want we hebben blijkbaar iets gedaan wat ik me niet kan voorstellen, maar het is zo. En dit staat wel echt een heel leuk huis. En dat heet ook Paradise Visitors Bureau. En ik zou heel graag hier even een kijkje in willen nemen, maar ik ben bang dat er dan weer politie komt. Dus dit komen we vast nog wel een keer tegen. Maar wel een schattig huisje dit. Toch bijna een villaatje dit hoor. Gaan we de kat achterna? Gaan we de goede kant op? Ja, we lopen hier recht naar voren. En dan zijn we bijna op het politiebureau of station. Ik ben hier eigenlijk haast nog nooit geweest. En wat loopt er achter me aan? Een vrouw, maar die doet niks. En hallo meneer. Fijne dag. Wat? Oeh! Ik... Oké, daar stop ik mee. Ik zeg mensen geen gedag meer. Dat is over. Ik heb niet meer zoveel procent leven. 48% en 51% armor. En dit kan ik me wel herinneren nog. Ik geloof dat daar het politiestation is. Ja, in de buurt. In de buurt. Hier moet je niet in. Is dat ook beware of dog? Holy shit. Oké, zou die vent aan. Hallo. Oh, zou ik niet meer doen. Ik zou geen gedag meer zeggen. Loodzaan. I don't feel so good, zei hij. We zijn aan het trippen. Pay. Traffic. Oké, de ticket gaan betalen. Hallo. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be bucks. Shit. I'm sorry. Ja? I feel like shit. I'm sorry, but you need more money. You gotta be fucking kidding. Ik heb meer geld nodig. Dat is een beetje het probleem. Want, hoe kom ik aan geld in deze game? We moeten toch iets zien vinden, want ik heb niet genoeg geld. Gaan hier eens kijken. Butler's Hotel. Dag meneer. Ik kom even een kijkje nemen in uw hotel, als u het goed vindt. Want, een hotel moet wel goed uitzien. B1. Politieagent. Dag meneer, ik ga niet storen in uw... Wat ligt hier? Geen geld? Nee, geen geld. We zoeken geld, hè? We zoeken geld. En hier? Oh, health packs. Die pak ik maar al te graag op. We gaan naar boven, de tweede verdieping. Wat hebben we daar? Hallo mevrouw de SWAT member. De hoop politiemensen hier binnen. En hier, wat vinden we hier? Vinden we hier iemand? Oh, sorry, ik zal niet meer storen. Dag. En in A1, wat zal daar zitten? Politie! Mevrouw de SWAT member! Mevrouw de SWAT member! Mevrouw de SWAT member! Nee, zei niks! Nee, de Taliban zit achter me aan! Taliban! Hallo! Ik ben er niet! Achter me! Dag meneer! Uw hotel is kut! Hallo! Oh, heel veel mensen hebben nu het om me gemunt. Politie en de bad guys. Holy fuck, die trekt ook een wapen. U schiet mij niet, hè? Dank u wel. Ik loop gewoon deze meneer achterna.
Ja. Hoe komen we aan geld? Ik denk dat ik gewoon even lekker bad guy ga spelen en gewoon even lekker huisjes ga beroven, denk ik. Ik snap anders ook niet hoe we geld aan geld komen. Ik heb wel heel veel kools die je kan zoeken. Maar we zoeken geld. En dit is niet handig. Kijk, hier nog wat geld? Nee. In de badkuip ligt alleen een medic pack. Hier zijn we al geweest. Oh shit, we hebben een hoofd. Loop even terug. Dat is een beetje vervelend dat we met die geldzaken, hoe komen we daar nou weer aan? Ik kijk hier eens even. Hey, you can't do that to me. You probably thought you weren't gonna die today. Surprise. We zijn even het zoeken naar. Ik had eigenlijk die villa moet ik eigenlijk naartoe. Maar misschien was daar nog wel wat we konden krijgen. Of ik kan terug naar mijn huisje toe. Maar ik moet alleen die ticket afbetalen. Even kijken. Er staat wel een streepje daar. Een rondje met een streepje. Maar dat hebben we allemaal gedaan al. Even kijken. Hoe kunnen we het beste. Ja, ik weet niet wat dat streepje inhoudt, dat rondje. Ik wil even gaan kijken. Voor mij is dat ons huis. Ik weet niet als we terug gaan naar mijn huis of ik geld kan ophalen. Dat zou heel mooi zijn namelijk. Zie je naar voren? Ja. En misschien kunnen we wat bij de casino halen. Of misschien bij de. Ja, misschien weet ik wel iets. Bij de winkels. Dat zou wel gaaf zijn. Zo, hier ben ik thuis. Hé, wat doe je op mijn yard? Opzouten. Dat is mijn huisje. Hey, Shatty. Hey, niet zo doen, hè? Tegen mij. Och, te leuk, hè? Snoop Dogg. Kun je hier binnen wat vinden nog? Coles. Old Man Murray. Een armor vest. Mooi meegenomen. Zeker mooi meegenomen. We hebben allemaal spulletjes in huis, joh. Oh! Hier wonen andere mensen. Hoppakee. Doei! We hebben nog steeds geen meer geld. En dat vind ik jammer. We kunnen dit huisje even kijken of daar wat geld in ligt. Hij zag me niet, hè? Hij zag me niet. Mooi, dan ga ik naar de buren toe. Ja, hebben we hier wat? Nee, geen geld. Ik ga hier naar boven. En ik doe even opslaan. Want ik denk dat ik naar de grote winkels moet. En ik weet iets waar we nog nooit zijn geweest. En dat weet ik uit mijn hoofd, omdat dat eigenlijk bij de eerste missie hoort. En dat is als we naar het winkelcentrum gaan, daarboven heb je heel veel Taliban-strijders. En ik weet niet waar de mall zit, of de kleine winkeltje. Maar het zat ergens op een hoekie. En even kijken hoor, waar dat precies zat, moet ik even gaan zoeken. Maar wel hier in de buurt. Volgens mij kan je hier ook wel geld verdienen, denk ik hoor. Bij de Crossman Arcade, even kijken. Je zou er ook geld kunnen verdienen door die robmachines. Hoeveel kost dat? Hey, Pipo. Hij heeft wel een wapen daar liggen, dus ik blijf hem uit de buurt. Volgens mij kunnen we ook helemaal niks spelen. Ja, hij speelt lekker dat spelletje, maar hij kan er niet... Kijk, we kunnen hier wat beroven nog. Wat is dit dan? Hallo! Ik kom niet met de deur in huis vallen, maar met... De ramen uit het huis of zo. Hoi. Employees only.
Ik deed niks. Kijk, daar tegenover zit even die, die mensen, die Taliban-strijders. Ik ben wel bang dat de politie achter me aankomt als ik daar naar boven ga. Maar ik durf nou eigenlijk wel even te kijken. Dat is hierboven, dus het winkeltje. Weet je, met een beetje rare Turks muziek. Hallo. Oké, nu wordt het belletjes. We gaan naar boven zoeken. Let op. Daar komen ze, daar komen ze. Er zijn Taliban, vrouwelijke Taliban-strijders. Je hoort het als ze naar beneden komen stormen. Oh! Holy crap, waar zit ik nu? Holy crap, ik ben gevallen. Waar de fuck zit ik? We gaan door naar de volgende aflevering.